Goedemiddag, ik sta hier in Den Bosch vanwege de enorme daling van het water. Inwoners van Den Bosch zijn ontzettend boos omdat de gemeente hier gewoon helemaal niks aan doet. Aangezien het water de laatste tijd flink is gedaald, wat voor effecten heeft dat op uw leven? Ja, dat ik helemaal niet meer kan varen nu met dat mooie weer. Je kunt geen kant op. Dat slaat dan nergens op. Heeft dat ook economische gevolgen voor u? Nou ja, in die zin van als ik mijn boot wil verhuren... Ja, geen mens kan hier, je kunt hier niet meer weg, dus wat moet ik daarmee? Nee, klopt. En wat denkt u dat de gemeente zou kunnen doen voor u? Nou ja, zorgen dat ze ergens water hier naar binnen laten komen, zodat toch de boten weer weg kunnen. Want dit is toch ook niks. Ik kan me voorstellen dat die rondvaartboten, die zullen ook wel willen varen. Mm-hmm. Dat gaat toch zo niet? Het slechte beleid van de gemeente heeft ertoe geleid dat het water dusdanig laag staat... En wat zou de gemeente eraan kunnen doen om het water gewoon weer te laten stijgen? Ze zouden kunnen openen van sluizen. Alleen zelfs hier aan de is het water dusdanig laag. Waardoor je vissen ook ziet verdwijnen. Zelfs zie je bij die randmeertjes die je hier achter me ziet. Die ze aan hebben gelegd voor de visstand terug te brengen, loopt zelfs de visstand nu helemaal terug. We hebben contact al proberen op te zoeken met de gemeente, maar we hebben bericht teruggekregen dat ze er niet verder op in willen. Dit was het weer van vandaag. We hopen wel dat het hier in Den Bosch wordt opgelost.